Hey, hallo. Leuk dat je kijkt naar ons grote avontuur hier in Hongarije. Het is vandaag woensdag 31 januari. En het is alweer een prachtige dag. En de vogels komen ook alweer bij het vogelhuisje eten. Dus ik ga mijn ontbijt en mijn warme chocomelletje nemen hier zo op mijn stoel bij het raam. Dan kan ik naar de vogels kijken. En daarna gaan we ons klaarmaken, want we moeten zo meteen weg. Nou, we moeten niks. We gaan zo meteen weg. Vrienden van ons, hun auto moet naar de garage worden gebracht. En wij gaan daarbij helpen. Dus die auto gaan we wegbrengen. Als we terugkomen, dan gaan we zien wat deze dag gaat brengen. Dus kijk vandaag gezellig weer met ons mee. Update over Bakkes. Het gaat eigenlijk helemaal de goede kant op. Maar we houden haar natuurlijk uiteraard nog wel eventjes in de gaten. Maar ze doet het gewoon weer heerlijk. Ze doet het nou, ze hebben net weer gegeten. Dus ze staat ze weer zoals gewoonlijks. Weer even de hemel te schoon te likken. En Izzy, die ligt lekker op de andere plaats. Ze liggen altijd overal en nergens. Hé hey, Iz. Izzy, heb je vieze voetjes van het eten? Izzy. Nee, ik ben te druk bezig met mijn voeten schoonmaken, hoor, vrouwtje. Nou, kijk vandaag gezellig weer met ons mee. Kom maar, hoefjes. Bak, bak, kom je ook? Nee, dan neemt het vrouwtje mee naar de compost open, Iz. Zo, huppla. Kom maar, gaan we plassen poepen? Oh, het is een heerlijk weertje. Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. Zeggen ze dan ook alweer, Teletubbies, kom maar gauw. Nou, het is heerlijk. Op sommige plekken is nog een beetje een harde grond, een beetje bevroren. Lekker bevroren gras. Hé, hey Iz, het is bevroren, hè? Ja. Zo, zoals jullie kunnen zien, plankenvoorraad schiet ook alweer op. Die geschilderd zijn en geschuurd zijn. Oh, ik zal je even privacy geven, hè, Iz. Zo zielig. Dan ga ik me zo even omkleden. Ik heb de aardappels alweer geschild voor vanavond. Voor vanmiddag, want het eten vanmiddag warm. Ja, rennen! En gaan we eerst even die auto wegbrengen. Rij ik achter Patrick aan. Patrick rijdt in hun auto. En dan gaan we weer naar huis. En dan gaan we zien wat deze dag brengt. Ik denk dat Patrick nog verder gaat aan. De bosmaaiers. Onderhoudsbeurt geven voor het nieuwe seizoen. En ik denk dat ik nog verder ga met haken. Ik hou hem vandaag nog een beetje gedijst. Dat heeft de afgelopen dagen toch wel voor mij veel energie gekost. Voor bakken zorgen en noem maar op. En aangezien ik niet helemaal weer helemaal smerig geworden. Ja, ik ga wel douchen, maar niet dan weer helemaal haren gaan wassen en zo. Morgenochtend om 8 uur kan ik alweer bij de kapster zijn. Niet voor mijn haar, maar voor mijn nagels. Dus de hondjes zijn weer bij de voordeur, dus we gaan naar binnen. Ze hebben zoiets van, we willen naar binnen. Nou ja, dan mogen ze naar binnen. Willen jullie alweer naar de kachel? Vinden jullie toch nog te koud buiten? Willen jullie toch alweer naar de kachel, naar binnen? Het vrouwtje moet toch omkleden. En de baas zit nog aan zijn thee. Ja, het is 4 graden. Het valt echt wel mee hoor. Het valt echt wel mee hoor, Iz. Thank you.
zitten weer samen in de auto. De auto is weggebracht naar de garage. Die van vrienden. En nou gaan we sightseeing weer terugrijden naar huis. Want Patrick ging een zijstraatje in. En hier zijn we nog nooit geweest. Dus, we gaan naar de Stiel ook. Oh ja, we gingen naar de Stiel. Oh ja, jij moest de dingen hebben. Slangenscan. Oeps, vergeten. Oh, dan gaan we binnen door. Oh, je gaat nou gewoon kijken hoe je er komt. Klopt. Nou, we gaan zien wat voor avontuurlijke weg we weer hebben we ingegaan. Kijk mee. Moet je slangetjes hebben? Laat je slangetjes eens zien. Oh, nou, hij laat niet zien. Welk? Ze laat je slangetjes eens zien? Nee, we gaan naar de Stiel. Ja. Ze dacht dat je heel veel, dat je zoveel centimeter vond, zoveel dat je dat wilde hebben. Ja, niet zoveel. Ja, maar is wel handig, want je hebt er meerdere die je kan herstellen. Nou, dan gaan we op naar huis, want de pakketdienst komt straks. En we zijn weer thuis.
even de poort openmaken. Ik kan meneertje naar binnen rijden. Nou, zoals jullie konden zien zijn we weer thuis. Het is 10:50, dus ik heb de aardappels, die had ik vanochtend al geschild, die staan al gelijk op. We hebben dat gelijk gefixt en dan kan ik eerst even koken en dan kunnen we zo eerst een hapje eten. Ik had vanochtend te veel aardappels gepakt, dus die ga ik terugleggen en naar mijn Patrick roepen. Want dan kan ik het vlees maken en dan is het eten klaar. Gatje! Ik ga het vlees maken. Ja, ik kwam net naar binnen. Ah, je was al zover. Oké. Zo, Patrick is in de schuur bezig aan de bosmaaiers. Die is die helemaal uit elkaar aan het halen en helemaal schoon aan het maken. Zodat ze eigenlijk weer splinternieuw zijn voor het nieuwe maaiseizoen. En ik was lekker aan het haken. Heb je die ook gezien tussendoor volgens mij. Ik weet soms niet wat ik heb gefilmd, maar ik weet het nu wel. Omdat ik net de beelden alvast heb overgezet naar de tablet. Zodat ik tussendoor eventjes wat beeld kan bewerken. Tussen alle bezigzaamheden tussendoor. Ik ga vandaag niet klussen, maar dat heb ik deels al uitgelegd. Want anders als ik nou in het houtfabriekje, mijn houtfabriekje inging, zou ik helemaal onder stof zitten. Dat is niet zo heel erg, maar ik heb geen zin om mijn haren nu weer te wassen. Ik heb gisteren mijn haar gewassen. En aangezien ik morgenochtend vroeg voor mijn nagels wegga, zoals nog één keer te zien. Nou zien ze er zo uit, mijn kerstnagels. Nou, dat is verleden tijd. Ze zijn ook zwaar uitgegroeid. Dus mag weer een nieuw lakje op. Maar ik was lekker aan het haken. Ik ben nou die lapjes, die zonnebloemen weer aan het bijhaken om het vestje langer te maken. Want ik vond het vestje te kort. En onder het mom van haken, ik vind het zo lastig om te zeggen. Ik weet dat je kijkt. Ik weet dat jullie kijken. En we blijven dat gewoon doen. Zodat jullie me lekker mee kunnen genieten. Maar we hebben een cadeaubon gekregen van kennissen. En voor garen, voor wol, voor handwerk. Superleuk. Waanzinnig belachelijk bedrag. Überhaupt, het is al waanzinnig belachelijk. Maar superleuk dat je iemand
je een cadeaubon toestuurt. Om het gewoon maar zomaar te doen, zonder eigenlijke reden, maar gewoon zomaar. En we stonden allebei even, waren we er stil van. En vooral, oh dan krijg ik een appje. Vooral, ik heb daar altijd heel erg moeite mee. Vanaf een jaar of 10, 12 vond ik het eigenlijk al heel erg vervelend om een verjaardag te vieren. Dat heeft meerdere, had twee redenen. Maar één reden voornamelijk was, ik vind het heel erg lastig om cadeautjes, giften van mensen aan te nemen. Zoals iemand die geeft je cadeautje of iemand geeft geld als cadeau zijnde. En ik had altijd zoiets van, ja, maar als je er gewoon bent of als je er gewoon langskomt, is het toch meer als genoeg. Het hoeft toch niet voor de cadeaus. En aangezien ik toen de leeftijd ook kreeg van dat ik wist wat dingen gingen kosten en zo, vond ik het altijd veel belachelijk veel geld. Ik ben eigenlijk al van kleins af aan best wel een centenkakker, of hoe wil je het noemen. Ik vind alles heel snel veel en veel te duur. Ik gunde mezelf dus ook nooit een kapperbezoek of voor mijn nagels of nieuwe kleren. Het gaat steeds beter. Ik ga dus ook nu standaard elke keer voor mijn nagels weg. Eventjes tijd voor mezelf. Patrick is daar wel beter in. Die vindt zijn moment van genieten is ook vooral klussen. Dus dan een nieuw slangetje voor onderdelen of gewoon nieuw gereedschap om daarmee lekker te klussen. Maar ik vind het heel erg lastig om in mezelf te investeren daarin als het om geld draait. Want ik heb zoiets van ja, waarom moet het altijd geld kosten? En nou kregen we zo'n cadeaubon en dat is echt super waanzinnig, super leuk. En tevens heb ik zo'n gevoel in mijn buik en denk ik vind het lastig. Maar ik vind het super, super, super leuk. En nogmaals, dank daarvoor. We gaan niet veel meer vloggen vandaag. Niet veel meer filmen. Ik ga hem bij deze hoek afsluiten. Ik ga de keuken nog opruimen. Ik heb nog van allerlei dingen te doen. Maar dat zijn gewoon huishoudelijke taken waar jullie niet mee hoeven te kijken. Want er is toch geen bal aan. En tussendoor ga ik gewoon lekker haken. Patrick ondersteunen. Met waar ik hem kan ondersteunen. Met zijn gereedschap schoonmaken. Althans de bosmaaier schoonmaken. En het wordt nu 4:55. Het wordt nu ook al donker buiten. Daarom heb ik ook al een lampje aan. Kijk, want als ik het lampje uit doe, is het donker. En ik had ook nog een lampje achter de camera staan. Anders was het helemaal zo'n zwart gat waar jullie in keken. Ik wil jullie bedanken, of wij willen jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Vond je het weer leuk? Doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je niet geabonneerd bent. Niet alleen ons om daarmee te helpen om ons kanaal te laten groeien, maar ook andere mensen die dan ons makkelijker kunnen vinden. En dus ook mee kunnen genieten van ons Hongaarse avontuur. En laat wel een leuke reactie hieronder in de vlog, want dat vinden wij heel erg leuk. Kunnen we op reageren en dat is heel erg leuk. Want daardoor, door al vaste kijkers, hebben wij ook mailcontact met mensen. Zelfs al telefooncontact met mensen. Dat is echt superleuk, want zo leren wij ook onze volgers kennen. En dan is het leuk om van beide kanten dat mee te maken. Graag tot morgen. Doei doei!